Hey, welkom bij een nieuwe NBA 2K video en we gaan het weer hebben over een nieuw screenshot. Deze keer een DeMarcus Cousins screenshot en rating. Cousins was deze zomer een free agent en kon dus kiezen waar hij wou gaan spelen. En zijn keuze heeft voor heel veel ophef gezorgd in de NBA wereld, want hij heeft gekozen voor de Golden State Warriors. Wat vind jij van zijn keuze? Laat het me zeker weten in de reacties onderaan deze video. We zien hem hier op een screenshot dan ook al meteen in zijn nieuw shirtje. Hij heeft een rating van 90 gekregen, op zich geen verkeerde rating, al had ik hem graag iets hoger gezien. Zijn rating is bijvoorbeeld lager dan die van Karl Anthony Towns, en Boogie is toch wel een veel betere speler, vind ik persoonlijk. Oké, is dan wel geblesseerd, en ik kan dan wel leven met er een iets lagere rating, maar waarom krijgt Kawhi Leonard dan wel een 94, en hij heeft toch veel minder gespeeld dan Boogie? Laat me gerust weten wat jij van zijn rating vindt. Ook Cousins is opgenomen in Team 2K, en zal dus deel uitmaken van het verhaal in My Career. Hier zie je ook een vergelijkingsscreenshot van vorig jaar. Laat me weten wat jij ervan vindt. Ik vind hem er veel beter uitzien, veel meer detail en natuurlijk ja, ook veel meer zweet. Vergeet zeker geen like onderaan deze video te geven en te abonneren op mijn kanaal voor meer NBA 2K nieuws. Bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.